2-0 in november vorig jaar van Italië hebben verloren. Nederland, witte broek, oranje shirt, gaat spelen van rechts naar links in deze eerste helft. De Engelsen hebben donkerblauwe broeken, witte shirts. En de Engelsen gaan aftrappen. Daar is die aftrap. Keegan aan de bal. Clement. Brooking gaf de pass. Trevor Francis, de debutant. Hij trekt hem voor. Weggehaald door Hovenkamp, maar niet ver. En het terugspeelballetje van onze nummer 6, Johan Neeskens. Serbië. Kool in het centrum. Willy van der Kerkhof. Rijsbergen. Peters in de spits. Te harde paas. Ray Clemens van Liverpool. Beattie. Doyle. En een vrije trap voor Engeland. Keegan achter de bal. In het centrum is bijna niemand van Engeland. Op rechts zijn er een paar. En nu gaat Bowles naar het centrum toe. En daar komt die bal naar uiterst rechts. Gekopt door Watson. Nederland nu snel uit de verdediging. Terugspeelbal van Mike Doyle. Clemens. Verre trap richting Keegan. Keegan heeft geduwd. Daar is hij. De boerderij-eigenaar. Die zo graag naar het continent wil verhuizen als voetballer. Johnny Rep. Neeskens kwijt aan Keegan. En weer een vrije schop voor Engeland bij de middenlijn. Nederlandse spelers op eigen helft. Paas van Doyle. Onderschept Kool. Leek even in moeilijkheden. Schrijvers, zeer verre trap. Rensenbrink. Beattie van Ipswich. Iemand heeft zijn plaats overgenomen terwijl hij de bal daarvoor heeft gegooid. Rijsbergen bestraft wegens duwen. Eschweiler houdt het ongelooflijk strak. Beattie. Kool. Toch zitten we wel een beetje in de moeilijkheden, maar nu komt Nederland te snel uit. En dat betekent offside. Trevor Francis, de nummer 8, stond offside. Paas op Rep. Rep heel snel op rechts. En daar gaat hij neer. Waar blijft dan de bal? Schuift hem terug. Peters kan niet schieten. Geblokkeerd. Serbië. Kruip. Ingooi Nederland. Beattie, de man die Kruip blokkeerde. Serbië kwijt. Beattie.
Cruijff gooit. Houdt hem niet binnen. Krijgt hem terug van Rep. Dat was een paas van Greenhoff. We zijn nu bij Clement, Dave Clement, de rechtervleugelverdediger. Nog steeds aan de bal. Wordt laat aangevallen. En dan komen we goed weg met die doelschop. Nummer 10 is Stan Bowles, was even in uw beeld. De grillige aanvaller van Queen's Park Rangers. Rijsbergen. Krol. Hovenkamp is daarvoor. Cruijff geeft de paas aan Hovenkamp. Daar gaat hij. Is hem al voorbij. Moet hij trekken. Over via Rensenbrink. Goeie Nederlandse aanval. In uw beeld op Rensenbrink. En de bal is aangeraakt. Het is corner. Vierde herhaling. Dit is Hovenkamp. Hij werd op maat bediend door Cruijff. Hier trekt hij en daar schuift Rensenbrink die bal over via keeper Clemens. De corner van Cruijff. Waar er is gefloten. Rep sprong een verdediger in de rug. Johnny Rep, Valencia. Greenhoff. Goede tackle van Neeskens. Van de Kerkhof, Cruijff. Wijst de weg. Maar dat was erg kort teruggespeeld van Zuurbier. Toch komt Krol eruit. Cruijff. Schitterend werk van Johan. En de paas, op maat. Rensenbrink. Cruijff blijft wachten in de tweede lijn. En op links is er nu ruimte voor Neeskens. Nederland dirigeert op het ogenblik. Dat is de voorzet. Opgehaald Willy van de Kerkhof. Gered Clemens, maar moeilijk. Rep een kans. Niet goed op de linkerslot. Johnny Rep. Aantrekkelijke aanvallen voor Nederland, zevende minuut. Trevor Brooking, de man van Western United. Terug naar Beattie. Beattie naar Keegan. Keegan afgedekt door Neeskens. In theorie staat Keegan op de vleugel. In de praktijk hebben we hem alleen nog maar in het centrum gezien. Brooking. Voorgetrokken. Rep. Goed op snelheid, maar weggezet. Johnny Rep. De herhaling. Johnny Rep is gestart. En wordt weggezet door de tweede Engelsman die hem aanvalt. Dat was Madeley. Linkerbeenblessure. U zag het werk van de spuitbus. Zuurbier. Cruijff. Aangevallen door Medley.
Hij geeft de paas aan Rijsbergen. Slecht weggewerkt daar, opgevangen door Rijp. Plotseling een kans. Peters is voorin. Maar de aangespeelde Willy van der Kerkhof kon hem bal niet onder controle krijgen. We zijn terug via Rensselaer. Nederland, ik zeg het voor de tweede maal, dirigeert het spel. Maar dit was een buitenspelgeval van Suurbeer. Daar is hij. Clemens, een verre trap, een buitenspelval die te laat is opengegaan. Kool is snel terug. En redt het. De bedoeling was om iedereen, inclusief deze man, Trevor Francis, buitenspel te zetten. Maar volgens het arbitrale trio is dat mislukt. En toen werd het gevaarlijk. Gelukkig was Kool. Naar links gedreven, de opening op rechts. Rep. Kan terug naar Suurbeer, maar gaat buitenom en trekt. Dat wil zeggen, wil trekken. Kort. Kort van Suurbeer. Suurbeer de voorzet. Voor de voeten van Jan Peters. Schot Peters. Uitstekend schot. Jan Peters. Zijn achtste interland. En we zijn in de 11e minuut. ...0-0 hier op Wembley. Na 11 à 12 minuten. De start van het Nederlands elftal is vrij goed geweest. Dieptepaas van Doyle. Clement. Is om Willy van der Kerkhof heen gedraaid. Paas naar links. Zeer fraai onderschept daar. Door Neeskens. Paas Rensenbrink. Ook dat is gaaf. En het splijt de verdediging uiteen. Voorzet Peters uitstekend. Kruijf. Het moeite gered op Clemens. En in paniek corner getikt door een verdediger. Kruijf dicht bij een doelpunt, toch teleurgesteld. Kijkt u naar de herhaling, hier neemt hij die bal mee. En de moeizame redding, hier de corner. Weggehaald. Peters laat het gaan voor Willy van der Kerkhof, maakt zich vrij. Uitstekend, tussen drie man in. Hovenkamp. Solo Hovenkamp, schot Hovenkamp, een debutant op Wembley. Ook dat is een goede start. Ja, dit moet Engeland te denken geven. Steeds weer pogingen tot opening die stel mislukken. Tot nu toe althans. Keegan. Greenhoff. Stan Bowles. Het Alphan Terrible. Talentvol. Bowles. Geblokkeerd. Brooking, ook hij geblokkeerd. Greenhop gooit. Vrijgemaakt en prachtig voorgezet door Francis. Naast geschoten. Naast geschoten door Dave Watson. Hier is hij. Watson en Doyle. Centrale duo van Engeland. Beide van Manchester City. Kruijf. Plotseling de versnelling.
Willy van der Kerkhof. Peters loopt zich vrij op links. Wat klopt dat allemaal goed bij Nederland op het ogenblik? Cruijff. Hij dirigeert. Opening op rechts. Zuurbier. Voorzet linkervoet. Weggehaald Watson. Terug Neeskens. Schot stuit af. Zuurbier. Geen buitenspel. Peters teruggetikt. Rijsbergen. Willy van der Kerkhof. Dat was niet binnen te houden voor Zuurbier. Beatty. Overgenomen Keegan. Beatty. Wacht lang met de voorzet. Gaat dan tot ontzetting van de toeschouwers terug naar Doyle. Die terug naar Watson. En dan moet dus opnieuw beginnen en dan is het buitenspel. Ook dat speelt Nederland klepper. Kwartier gespeeld waarin Nederland duidelijk de toon heeft aangegeven hier op Wembley. En het enige wat toch ontbreekt, dat zijn de doelpunten. Maar dat is toevallig wel het belangrijkste. Serbië. Goal. Niks aan de hand. Kruip. Weer een prachtige opening. Willy van der Kerkhof duikt erin. Maar de man die volgde was Doyle. Clement. Zwakke opening. Rijsbergen vindt Rensenbrink. Rensenbrink kan ook Peters bedienen. Heeft vele mogelijkheden. Bedient Peters en een 1-2. Opgezet op Peters. Komt er maar net niet uit. Dit is goed uitverdedigd overigens. Paas van Greenhoff. Keegan. Neergelegd door Neeskens. Stan Bowles. Gemist door Brooking. Peters. Van der Kerkhof. Zuurbier. Rep. Rijsberg op rechts. Zuurbier. Rijsberg. Wie biedt zich aan? Velen. Krol. Cruijff wijst hoe het allemaal gaan moet. Neeskens. Cruijff neemt zelf over. Daar is de paas. Rensenbrink. En 1-2. Rensenbrink weggezet. Niet erg genoeg voor een penalty. Hele verre trap. Krol. En ook daar is de alomtegenwoordige Cruijff. Paas niet goed. Watson. Clement. Keegan. Wel bedrijvig, maar nog niet echt gevaarlijk. Greenhoff. Richting tweede paal. Daar is Brooking. Die haalt op. Schrijvers. Hovenkamp. Cruijff. Er is geen oefenwedstrijd geweest. En als je ze ziet spelen, zou je zeggen dat deze ploeg al 20 keer in deze samenstelling heeft gespeeld. Maar nu kan het toch gevaarlijk worden. Greenhoff, voorzet. Misgekopt door Francis. Rep, Rijsbergen. Dieptepaas. Bedoeld voor Willy van der Kerkhof was die bal. Beatty. Neeskens ertussen. Dit is Peters. Cruijff.
niet helemaal goed aangespeeld. Vandaar die moeite voor Rensenbrink. Opnieuw Cruijff. In de versnelling nu. Peters is in de buurt. Ook Zuurbier, maar die paas was niet helemaal open. Pieti. Willy van de Kerkhof. Schitterend vangt hij daar Brooking op. Rijsbergen. Daar gaat Hovenkamp. Een ploeg die echt durft naar die goede start. Maar die niet overmoedig moet worden. Peters. Neeskens. Zuurbier. Van de Kerkhof. Ook Kool komt daar niet bij. Oppassen voor de Engelse counter. Nu Greenhoff. Bowles, goede pas. Keegan. Keegan met Cruijff. Ook dat is een duel. Schrijvers. ...21 minuten gespeeld. Nog geen doelpunten, al had Nederland die wel verdiend. Rep. Brooking. Francis, een goede 1-2. Brooking, gevaarlijk. Goal. Hij redt wel, maar zeer tijdelijk. Francis. Corner. Via Hovenkamp. Trevor Francis. Cruijff werd opgevangen. Buiten de regels, maar er is voordeel toegepast. Daar is de paas, daar komt de kans. Oh, Rep, wat doe je? Bal het naar Rensenbrink gemoeten. Dat was een zeer goede kans voor Rep, die daar liet liggen. Keegan. Ziet er naar uit dat Engeland meer in zijn spel komt. Medley, weinig aan de bal geweest. Hier is hij dan. Doyle. Brooking. Clement wil gaan op rechts. Paas gaat naar links. Goed gepakt. Schrijvers. Ruud Kool. Hij en Cruijff, de enige die er 7 jaar geleden op Wembley, toen het 0-0 bleef, ook bij waren. Rijsberg. Paas aan Rep. Rep getackled door Doyle. En dat levert een free kick op. Cruijff gaat dat doen. In het centrum. Peters. Rensenbrink. Willy van de Kerkhof. Ook Zuurbier komt. Ja, die bal is af. Ray Clemens. Naar de man wiens naam op hem lijkt. Clement. Dave Clement. Van Queen's Park Rangers. Mark Doyle. Keegan verliest het kopduel van Neeskens. En er komt een heel ver schot. Overigens wel een hard schot van de nummer 8, Trevor Francis. Rep, Rijsberg.
goal. Vrij op links, Hugo Hovenkamp. Hij kan het rustig bekijken. Gaat hij zelf? Hij zou een 1-2'tje aan willen gaan, maar het gaat even niet door. Cruijff. Cruijff een kromme bal, te scherp. Clemens. Neeskens. Brooking. Francis. Gered Zuurbier. Ingooi van Clement. Brooking. Verliest het duel. Althans voorlopig van Willy van der Kerkhof. Maar krijgt een vrije schop. Medley. Opnieuw Paul Medley. Verdeelt daar aardig, maar wel voortdurend in de breedte. Doyle. Keegan. En dat is een geduwd door Neeskens. Vrije schop over, zal moeten worden overgenomen. Zesentwintigste minuut. Kevin Beattie de vrije schop. Schrijver zat ernaast. Rep. Rep. Goed. Hovenkamp. Rep. Dat had Cruijff niet bedoeld. Hij had die bal voor zich willen hebben. Hier komt Rijsbergen. Veel mannen daar. Rijsbergen. Nee. Nu dan. En dat was Rensenbrink. Kort. Engeland stroopt de mouwen op. Nederland valt aan. Veel kansen. Maar toch niet helemaal gaaf in de afwerking tot nu toe. Jan Peters. Gevaar voor buitenspel. Nu niet meer. Watson. Doyle. Engeland krijgt wat meer zelfvertrouwen. Francis. Maar dat is schitterend onderschept in Willy van der Kerkhof. Hij kan zelf gaan. En speelt u aan Rensenbrink. Cruijff, vallend, struikelend. Een aardig stukje komedie. Medley. Goed gedaan van Francis, maar ook goed getackled. Peters. Rep op links. Geweldige aanvalsdrang heeft hij vanavond. Nu nog de afwerking. Cruijff. Hovenkamp. Cruijff. Het is bijna achterloos zoals het gaat en... Daar word ik dan toch wel een beetje angstig weer van. Iets te makkelijk misschien. Maar daar is Neeskens, er is de kans voor Peters. Hij scoort! Jan Peters scoort! Voortreffelijk. 1-0 voor Nederland. Jan Peters, bijna een half uur gespeeld. De herhaling, Cruijff. Speelt die bal naar rechts. En daar komt het 1-2'tje. En Peters scoort. Pijloos. Nu ziet u het toch eens door een andere camera. Van achter het doel. En u ziet hoe Peters die doelhoek pijloos vindt. Jantje Peters. 1-0 voor Nederland. 29e minuut. Engeland. Hovenkamp. Watson. Brooking, maar er is gefloten voor een vrije schop.
overgenomen. Weer via Watson nu. Voorlopig weggehaald. Rensbrink. Cruijff kwijt. Maar buitenspel Kieger. Neeskens bij Keegan, dat is belangrijk dat dat zo blijft en dat Neeskens hem onder controle houdt. Serbië. Kroll. Kroll. Rensenbrink. Steeds gevolgd door Clement, nu is hij hem even kwijt. Neeskens loopt dan weer op Clement vast. Greenhoff, Stan Bowles, Bowles een schietkans, Bowles nog steeds. En hij deed ofwel, ja kort. En de corner waarin het allemaal resulteert. Plus een armblessure. Van Greenhoff. Daar is die corner. Want de scheidsrechter lette op Greenhoff met zijn blessure. Ik weet het niet, maar het zou een arm uit de kom kunnen zijn. Greenhoff wordt aan de zijlijn behandeld en intussen komt hij die corner. Daar is die corner. Willy van der Kerkhof. Goed uitverdedigd. Razendsnel daar Kruijf. In het centrum Peters. Dat redt iets te scherp. Nee. Free kick redt. Engels in het veld. Greenhoff wordt nog steeds behandeld. Neeskens. Brooking. Van Keegan die mislukte. Willy van der Kerkhof gaat zelf. Peters. Rep, Cruijff. Half weggekopt. Ze zijn ook bang voor Rensenbrink, die Engelsen daar. Maar tenslotte komen ze er dan uit. Intussen zie ik Greenhoff nog niet terugkomen. Is gepakt door Rijsbergen, blijft liggen. Clement. Dieptepaas Hovenkamp. Buitenspel Kruijf. Er is nieuwe onrust gekocht. Een invaller loopt zich warm, u had hem even in beeld. En daar Nederland, via Serbië. Rep. Serbië. Rep.
Nieuwe poging van Suurbeer. Cruijff. Goal. Dieptepaas, daar komt Cruijff. Afgedekt nu. Deeskens. Duelleert met Brooking. Police. Clemens. Keegan. Achtervolgde Kroll. Veel aarzelingen bij de Engelsen op het ogenblik. Erg veel ballen naar Keegan. Duelleert opnieuw met Kroll. Verliest het. Schrijvers. Suurbeer. Rijsbergen. Kroll. Hovenkamp. Kroll. Kruijf. Hovenkamp. Peters, nieuwe kans voor Peters, vrije schietkans voor Peters, goal! 2-0! En weer Jantje Peters. Formidabel, een 2-0 voorsprong. En weer is het Jan Peters. Hier de slow motion. Hovenkamp die oprukte. Paasje gaf aan Peters, weer klopte het niet met de dekking. Er komt nog, Piet die komt nog haastig terug, maar valt. Door de passeerbeweging van Peters en die schiet opnieuw uitstekend in. U ziet het nogmaals. Hovenkamp. Peters. Daar komt de beweging. Piet die valt. Peters schiet in. Zelfde hoek als daarnet. Dag Clemens. Te laat naar het gras. 2-0 voor Nederland. Nederland. Jantje Peters. Gespeeld. 38 minuten. Clement Paas. Van de Kerkhof, de onderschepte bal. En Colin Todd met nummer 12 is erin gekomen in de plaats van Greenhalgh. Cruijff, onderschept. Bowles. Cruijff herstelt zich schitterend. Makkelijk voetbal dit Nederlands elftal. Rensenbrink. Hovenkamp. Cruijff. Rijsbergen. Neeskens. Suurbeer. Nieuwe aanvalsopzet via Neeskens, die zelf diep is gegaan intussen. Bal bij Suurbeer. Peters. En Engeland maar jagen en maar niet aan die bal kunnen komen. Nu dan. Nee, nog niet. Willy van der Kerkhof. Johan Cruijff. Hier is Rensenbrink. Peters is weer naar rechts. Op links is Rep. Rensenbrink gaat zelf iets doen. Schiet, schuiver. Clemens. 6 minuten voor rust was dat. Robbie Rensenbrink. Wat kan Engeland terug doen? Weinig op het ogenblik. Rep. Cruijff de opening. Hovenkamp. Trekt hem terug. Stembals. Beet gepakt. Ja, werd gehinderd door Willy van der Kerkhof. Scheidsrechter laat het toe. Oké. Suurbeer.
Rep. Neeskens kwijt. Medley. Kan hij nog wat, de veteraan? Jawel, hier gaat hij. De opening is goed. Stendals. Kwijt. Maar wel getackeld van achteren door Hovenkamp. Colin Todd van Derby County. Bowles. Clement. Geen echte opening. Dit is Brooking. Richting tweede paal. Hovenkamp. Keegan. En daar is Neeskens. Keegan, dat is goed. Weggehaald Zuurbier. Nog 4 minuten en het is rust. De bal is bij Rensenbrink. Schuift hem door. Rep gaat. Weggezet. Door Clement. Schouder tegen schouder, zegt Esweiler. Verplaatst het naar het midden. Watson. Tot. In de diepte. Francis. Kwijt. Peters. 2 goals op Wembley. Al in de eerste helft. Wat wil Jantje Peters nog meer? Nou, daar gaat hij weer. Maar nu zal hij het niet halen. Clemens. Medley. Geen tempo, het gaat Medley allemaal te snel. Tot. Watson. Protest van Bowles. En hij krijgt de prijsschop mee, Stan Bowles. De free kick was van Hovenkamp. Brooking. De ster van West Ham. Francis. Dat kan gevaarlijk worden. 2 minuten voor rust. Maar het is alweer over. Schrijvers. Schrijvers. Andere wing, daar is Kruijf. Ook voortdurend aanspeelbaar. Grote verdiensten van hem. Al is er dan individueel wel eens iets mislukt. Hovenkamp. Krol. Kruijf. Hovenkamp. Neeskens. Overal vrijstaande Nederlandse spelers. Is dat een verdienste? Rensenbrink. Daar staat Kool weer vrij op links. Maar we zijn bij Neeskens. Rensenbrink. Rep. Laatste minuut moet nu ingaan. Engeland dan. Via Francis werd er even iets opgezet. We zijn nu bij Clement. Tot. Medley. Hij kan schieten, maar durft het niet aan. Voorzet weggehaald door Krol. Geen corner, want daar is Zuurbier. En nou is het doelschop. Schrijvers.
En het rustsignaal van Eschweiler. Glorieus moment voor Nederland. Een 2-0 ruststand. Een Engels elftal dat wordt uitgefloten door 91.000 landgenoten. En uw commentator die ik nu voor een minuut of 10 teruggeeft naar Hilversum, naar Tom Planken en dienstploeg die voortdurend op de Binnenhof Cup speelt. Over naar Hilversum, graag tot straks. Hier is de aftrap, dames en heren, Nederland voor de tweede helft hier op Wembley. Beginnend met die aantrekkelijke 2-0 voorsprong voor het Nederlands elftal. U hebt een van Nederlandse kant uitstekende eerste helft gezien. Intelligent, gevarieerd. En het enige wat Engeland daar tegenover heeft kunnen stellen is hard werken. Maar ze zijn net zo ijverig, die Engelsen, als de mollen in mijn tuin. Dus er zullen nog wel een paar staaltjes schroefwerk op het soepele gras van Wembley komen. En waarschijnlijk ook wat harder spelden in de eerste helft. Dit is de eerste vrije schop voor Engeland, daar rust. De dader was Rijsbergen. Clement. Rijsbergen, Clement, krijgt hem voor, Kroll. Keegan, hij werd aangevallen door Neeskens, weer een vrij schop. De muur is van Hovenkamp en Cruijff. Daar is het vlak voor langs via Stan Bowles. Over de middenlijn. Slechte paas onderschept Gensebrink. Weer dat vroegtijdige balverlies van Engeland. Peters. Hovenkamp, nu is hem kwijt aan Bowles. En nu neemt hij wraak door hem neer te leggen. Watson, wat een paas. Iets voor de vierde divisie, jongens. Rep. Kroll. Goeie, jammer, zuurbier. Doyle. Francis. Hij was nog wel eens gevaarlijk voor rust. Hij en Keegan een heel enkele keer. Tackle van Rijsbergen. Met de gele kaart van Rijsbergen. Hij had al een paar meer overtredingen begaan, dat is waar. Zo verschrikkelijk erg waren ze dan ook weer niet.
Betekent wel dat Rijsbergen nu moet uitkijken. Of dat er anders rood in zich komt. Schrijvers rechtervuist. Van de Kerkhof. Nu komt er toch pressie van de Engelse. Bowles, Keegan, kwijt. Clement, Medley, Beattie. Publiek ziet het ook weer een beetje zitten. Beattie, dwaasschot, heel wild. Brink, goed gedaan. Peters, vrij schot. Rijsbergen. Wie biedt zich aan? Cruijff wil naar links. Bal is blessuurbier. Rep. Krol. Rep. Cruijff. Kijk eens even. Terwijl hij wijst waar een medespeler naartoe moet gaan. Willy van de Kerkhof. Maakt hij zich ook nog even van twee tegenstanders los. Neeskens de paas. Cruijff wilde gaan. Weggehaald die bal. Watson. Beattie. Brooking. Zijn haar zit goed, maar we hebben niet veel van hem gezien voor rust. Watson. Weer uitgespeeld daar. Willy van de Kerkhof, met Medley. Rijsbergen gleed uit, kwam toch nog aan de bal. Krol. Rensbrink. Kijk hem wegdraaien van Doyle. En de paas geven, uitstekende paas aan Zuurbier. Cruijff, hij wil overal bij zijn, hij wil zich overal mee bemoeien. Hier is de paas, Zuurbier. Wat schreeuwen die mensen? Die mensen schreeuwen Engeland, Engeland. En hoort u de wanhoop in de stem? Deze kunst, goed vrijgelopen daar. Iets te ver doorgeschoven. Doelschop. Clemens. Rijsbergen. Vrijschop Nederland. Want de man die duwde was Francis. Hovenkamp, glorieus debuut tot nu toe. Daar gaat hij weer. Hij durft ook zo. Formidabel op Wembley. Kijk eens even, een hakje naar Cruijff. Hij krijgt hem terug van Cruijff. Hovenkamp in het strafschopgebied kan niet scoren. Nee, dat niet. Beattie. Francis, overgenomen Brooking. Prachtige tackle van Rijsbergen. Toch weer Brooking. Schrijvers. Cruijff. Schitterende paas van Cruijff. Rep is helemaal vrij. Twee Engelsen, complete boot in. Rep, maar nu. Dat is de voorzet. Daar komt Zuurbier. Zuurbier, rechtervoet, schot. Corner. Appel voor Hens. Maar... een corner lijkt me reden. De herhaling. Zuurbier. Op de paas. Hier schiet hij. Ja, bal komt wel tegen die arm aan. Dat is de waar. Maar opzet, dat is misschien toch weer iets anders.
Rijsberg. Kruijf stond buitenspel. Stan Bowles. Hij is nog lang geen Kruijf, maar hij kan wel voetballen. Dat laat hij hier even zien. Maitland. Colin Todd. Trevor Brooking. Zwakke paas. Watson. Dieptepaas. Bowles. Schot Bowles, dat was niet slecht. Schrijvers. Ook hij is prima geconcentreerd. Piet Schrijvers. Hovenkamp. Rijsbergen. Leeskens Zuurbeer. Rep naar rechts, maar dat zal hij niet redden. Watson. Clement. Keegan. Elf minuten gespeeld in de tweede helft. Stand nog steeds 2-0 voor Nederland. Engeland doet van alles, behalve scoren. En de intelligentie komt nog steeds voornamelijk van Nederland. Vrij schop voor Keegan. Daar ziet u het duo. Keegan, Neeskens, de twee eenheid. En daar een ander duo, het kleine muurtje, Zuurbeer Kruijf. Brooking de vrije schop. Doorgekopt, buitenspel. Hij is al lang gefloten. Nee, het is niet gevaarlijk. Nederland speelt uiterst koelbloedig. Krol. Rijsbergen. Oh, dat is een beetje te, maar ook dat lukt. En hier is de hulp van Kruijf. Voortreffelijk. Krol, nee. Krol niet, Krol in tot. Meter. Kwijt heeft de tempo. Rep. Rensbrink. Let op, Willy van der Kerkhof. Krol. Neeskens Zuurbeer. Kruijf. Op rechts wil Zuurbeer gaan. Kruijf, achtervolgd door Pieti. Legt hem neer voor Krol. Krol naar links. Rep. Rep Hovenkamp. Rep. Rensenbrink. Schitterend gedraaid. Kan schieten op Rensenbrink. Doet dat ook maar erg zacht. Neeskens ging daar weer onvervaard in de slag. Kruijf. Solo? Nee. Paas. Rensenbrink. Terug naar Kruijf. Schot Kruijf. Clemens. Hij heeft de eerzucht, deze Johan Kruijf, om te schitteren. Alleen al omdat het Wembley is waar hij speelt. En dat geldt voor het hele Nederlands elftal. Maar zeker voor hem. Opzet van Francis. Balbezit tot. Weggehaald Krol. Peters. Brengt hem bij Rep. Rensbrink.
Krol. Krol in een aanvallende functie, daar gaat hij. Kruijf. Van de Kerkhof, overal aanspeelbare spelers. En de Engelsen moeten er dol en gek en duizelig van worden. Suurbier. Kruijf. Dat is niet goed. Rensbrink. Kruijf buitenspel. Op mijn monitor op het ogenblik nauwelijks beeld, maar dat kan zijn dat het wegens schaamte is weggevallen. Rensbrink. Kruijf, prachtige manoeuvre, hovenkap. Kruijf. Rep. En nu gaat Rep neer, net toen hij door wilde breken. Na een paasje van Rensbrink. Stormachtig applaus, maar hij is nog lang niet bij het strafschopgebied. Brooking, Todd. Paas naar het midden. Nou, dat loopt alweer vast. Kijk maar, Rijsbergen. Het is gewoon profs tegen amateurs, lijkt het wel. En de Nederlanders zijn dan de profs. Rensbrink. Neer. Overtreding Beatty. Kruijf naar de scheidsrechter. Wijst erop dat er een Engelsman in wil. Ik zie dat Medley eruit gaat. Het is erin gekomen met nummer 16. Beatty, slechte paas. Rep. Te veel alleen, had Rensbrink aan kunnen spelen. Maar een kniezoor die daarop let op het ogenblik, zo goed gaat het. Maar daar komt Engeland. Voorzet onderschept door Rijsbergen, binnengehouden door Krol. Maar Krol maakt de free-kick. Krol free-kick tegen Francis. Daar staat de grensrechter. Daar komt de vrije schop. Ramp penaltygebied. Cruijff is nog aan het dirigeren, maar de bal is al genomen. Colin Todd gaat erg vrijwillig neer. Niks aan de hand. Rensbrink. Rep. Goeie counter, jazeker. Rensbrink. Neergelegd. Dat moet free kick zijn. Rep. Rijsbergen. Krol. Peters liet de bal wegspringen. Beatty. K.
Keegan. Zoveel acties en tot nu toe niet één keer echt gevaarlijk. Maar wat heeft hij bij zich lopen? Colin Todd. Brooking. Cornabina Kroll. Twintig minuten gespeeld in de tweede helft. We leiden met 2-0. Corner van Brooking. Schrijvers. Francis wilde omhalen. Opnieuw Francis. Hoofdkap. Rep. Ook dat loopt goed af. Cruijff. Hoofdkamp, subliem zelfvertrouwen op het ogenblik. Suurbier, Rensenbrink. Peters, en dat hakje ging niet door. Peters gaat door, waar heeft hij kick gemaakt? Dat is Pearson, de nieuwe man. Van de Kerkhof. Hoofdkamp. En daar stond Zuurbier. Zuurbier. Willy van de Kerkhof. Al te veel rondspelen moet je hier niet doen. Je bent in Engeland. En dat houdt van fris en vrolijk in de aanval gaan. Clement. Dieptepaas Clement. Doorgekopt door Bowles. Opnieuw Bowles. Pearson. Keegan. Cruijff kwam net even te laat. Keegan. Leuk gedaan allemaal, maar geen echt gevaar. Clement. Kijk eens even. Voor de voeten van de Nederlander. Te weten Rensenbrink. Hovenkamp. Prima. Daar is Rep. Wat een vrijheid voor Rep. Rensenbrink is in de buurt, als hij hem kan aanspelen. Maar hij moet terug naar Cruijff. Cruijff zoekt heel voorzichtig Van de Kerkhof op. Dat is een boogballetje! En wat voor balletje! Prachtig! Prachtige lop van Willy van de Kerkhof. Zeer terecht krijgt hij nog eens te zien. Keeper stond een paar meter voor zijn goal, moet haastig terug en zich rekken deze Clemens om er een corner van te maken. Cruijff gaat die corner nemen. Nog ruim 20 minuten, lage corner, onderschept tot. Clemens, Beattie. Kroll niet. Goed weggehaald door Neeskens. Brooking. Vrij schop. Nee, geen vrij schop. Voordeelregel. Keegan. Beattie. En nou moet hij helemaal terug naar Pearson. Slecht verdedigd daardoor Neeskens, zodat Rijsberg in moeilijkheden komt. En daar komt Schrijvers, is eruit, is geklopt, maar die bal wordt weggehaald door Kroll. Weggekopt door Kroll. Schrijvers zat er even naast.
Piers. Goed voorgetrokken. Iets te scherp. Maar daar komt Francis. Valt. Rijsberg. Bal is binnen. Precies op de lijn. Bleef binnen. Kruijf. Peters is voor. Peters. Daar komt de kans voor Peters. Zijn derde goal. Nee. Een teenlengte kwam niet tekort. Terwijl die Clemens onvrijwillig blesseerde. Hier ziet u de herhaling. De schitterende paas was dat weer van Kruijf. Peters haalt uit, maar mist. En raakt meer Clemens dan de bal. En zo scheelt het weinig. Of we hadden 3-0 gestaan en Peters had een hattrick gescoord. Goal. Halve kap. Verlengt het naar Kruijf. Op zijn geliefkoosde linkerstek. Daar gaat hij er langs. Johan Cruijff, daar is de voorzet. Pieti. Broeking. Rijsbergen. Broeking geblesseerd. Bols. Er zit bijzonder weinig systeem in. Weinig echte openingen. En een solide Nederlandse verdediging. Hovenkamp. Cruijff is weer op links. Daar gaat hij in de sprint. Daar komt de paas. Buitenspel. Iets te laat van die paas, ja. Colin Todd. Keegan. Clement. Lage voorzet. Pieti. Schot. Van richting veranderd. Kort. Pieti van Ipswich. Na 17 minuten te spelen bij deze Engelse corner. Weggehaald Rijsbergen. Driftige gebaren zie ik van Cruijff die niet wil dat we te veel gaan terughangen met die ploeg. Aansluitende linies. Krol. Rijsbergen. Van der Kerkhof gaat. Voor hem is die bal bedoeld, Willy van der Kerkhof, maar de paas is niet zuiver genoeg. Engelsen krijgen de kans om storm te lopen. Pieti. Maar met zo'n paas scoor je niet, dan voetbal je 10 uur achter elkaar. Het is droevig, maar de grote dagen van het Engelse voetbal die lijken inderdaad voorbij. Eigenlijk al jaren, maar af en toe is er nog de vage hoop in Engeland dat ze snel terugkomen. Maar het ziet er niet naar uit. Zuurbier heeft een kick gemaakt. Er komt een wissel, Rep gaat eruit en Kees Kist komt erin. Rep is bij vanavond bijzonder meegevallen. Hij heeft ontzettend veel gedaan,
zeker in de eerste helft. En nu komt de frisse aanvaller Kees Kist van AZ, komt hem vervangen. Engeland onvertroten met mierenijver in de aanval. Weggehaald Neeskens, opgevangen Boyle. Buitenspel. Ja, dat is zeker buitenspel van Boyle. En die goal wordt afgekeurd. Buitenspeldoelpunt van centrale verdediger Mike Boyle. Duidelijk op zijn. U ziet dat nog eens. Daar gaat Boyle naar links al. En op het moment dat de paas van de schoen van zijn medespeler vertrekt, liep hij beter buitenspel. Rijsbergen. Daar komt hij niet goed uit. Pearson. Maar dit was weer een goede tackle van Rijsbergen. Rensenbrink. Kruijf. Hovenkamp komt wel op, maar was even de controle kwijt. Pearson, een aanwinst. Hier is hij. Hij geeft ook een goede paas aan Francis. Je hebt een uitstekende kans. Linkerbeen Piet Schrijvers. Weggehaald. Kieken. Nederland komt nu in moeilijkheden. Overtreding tegen Kieken door Neeskens. We zijn het laatste kwartier ingegaan en u ziet het. Nederland moet een beetje gas terugnemen. Engeland gaat nu echt dreigen. Een uitvoerige muur. Zes man. De vrije schop. Brooking erlangs. Keegan schiet in de muur. Clemens schiet. Plus een Nederlandse blessure. Willy van de Kerkhof. En de vrije schop voor Krol. Schrijvers ver. Keegan. Tot. Op snelheid nu. Pearson. Legt hem neer. Portot. Bolt. Pearson. Achter Brooking om. Daar is Kist. Nog 10 minuten. Zuurbeer naar Kist. Neeskens te hard. Ingooi van Trevor Brooking. Francis wordt geduwd door Rijsbergen. Keegan. Boyle. Francis, zwakke paas. Overkap. Goeie paas, daar Kist.
Willy van der Kerkhof. Hulp van Cruijff. 3-4 man voor. Cruijff de paas naar Kist. Kist, kan hij tot de schot komen? Nee, nu nog niet. Willy van der Kerkhof. Weer richting Kist. Clemens, goed gestopt. Colin Todd. Keegan. Weinig in de spits, erg veel erachter. Zuurbier is boos, maar hij krijgt de vrije schop tegen. Doyle zet ervoor, maar weer veel te laag. En hier is de counter. Heeft hij nog lucht, Jantje Peters? Kist is bij hem. Kist, 2-2. Kees Kist, bij het penaltygebied, rechtsaf, kan schieten, kan scoren, net naast. Jammer, jammer. Kees Kist, goede actie, samen met Jan Peters. Terecht herhaling, zo hoort dat. Kist maakt zich goed vrij, schiet ook naar de goede hoek, maar precies naast. Rijsbergen, Schrijvers. Hovenkamp. Goal. Dat mislukt. Dat komt door Rensenbrink. Keegan. Nu is die Kist kwijt. Maar ja, het zet allemaal geen enkele zoden aan welke dijk dan ook. Weer Keegan. Brooking. Dat zou gevaarlijk kunnen worden, maar het is alweer buitenspel. Trevor Francis. Zuurbier. Rijsbergen. Willy van der Kerkhof. Kist. Goed paasje, maar net een borstlengte Willy van der Kerkhof buitenspel. Watson, Clemens. Todd. En goed verdedigd weer van Neeskens, die ook ijzersterk speelt. Peters. Peters keurig, Zuurbier. En wat een lucht hebben ze nog, want daar gaat Rijsbergen al wel mee. Niet buitenspel, nee, nee. Zuurbier, Rijsbergen. Willy van der Kerkhof. Hovenkamp. Binnengehouden, Zuurbier. Nederland speelt zo makkelijk dat het er arrogant uitziet. Krol. Kist, maar dat wordt moeilijk. Nee hoor, toch niet. Zuurbier. Krol. Zullen we het eens over links verplaatsen? Rijsbergen. Schrijvers. Willy van der Kerkhof. Zuurbier. Krol. En de dieptepaas. Maar Cruijff is buitenspel. Hij zou erg graag willen scoren op Wembley. Maar daar is weinig tijd meer voor. Nog een minuut of 5-6.
Keegan. Brooking. Overkap. Brooking naar Francis. Terug naar Brooking. Francis. Peters. Juist. Zo gaat dat. Jantje Peters. Prima. Cruijff. Knap is dat. Knap is dat. Kool. Rensenbrink. Zuurbier. Kool. Neeskens zou willen gaan. Maar dat loopt fout, want daar is Broeking, maar die mist half. Neeskens terug. Ja hoor. Alleen dat hij ook nog de vrije schot meekrijgt. Nou ja. Zuurbier. Cruijff. Weer is Neeskens voor. Aangespeeld is Kool. Ook die is dus voor. En Cruijff op links. Op zijn wenken bediend. Och, een Engelsman die hem achtervolgt. Clemmen die er gewoon op handen en voeten komt. Dat hij het niet meer weet. En dan gaat Hovenkamp. En die wordt buitenspel gegeven. Ja, terecht. Engeland verliest niet alleen vanavond. Het wordt ook werkelijk voor schut gezet. Het is een indrukwekkende demonstratie van de betere techniek. Het veel betere spelinzicht. Het betere ploegverband. Kortom, van alles wat met modern voetbal te maken heeft. Brooking. Tot. Stan Bowles, de voorzet. Gevaarlijk, Schrijvers, goed ingegrepen. Colin Tot. En Hovenkamp. Daar komt de counter. Meteen is een 3-4-5 man voor. Peters. Rensenbrink. Hovenkamp. Zuurbier. Willy van der Kerkhof. Neeskens. Zuurbier. Rensenbrink. Schitterend kruis zoals die daar Clement ontweek en nu de vrije schot meekrijgt. Bijna tijd, 1 of 2 minuten nog. Francis. En geen controle bij Pearson. Tot. Keegan. Tot. Clement. Schietkans voor Clement. Hij wil alleen doorgaan. Hovenkamp. Kool. En te hoog geschopt door een Engelsman. Het is een droeve dag voor Keegan. Waar zijn we? We zijn bij Rensenbrink. Rensenbrink schuift hem door. De bal blijft binnen voor Willy van der Kerkhof. Duelleert met Boyle. Zet zeer scherp voor. Iets te scherp voor Kist. Engeland via Beattie. Keegan blijft zwoegen.
Dan wordt het de bal glorieus ontnomen door Jantje Peters. En dan klopt die paas niet. Clemens, Neeskens. Meneer Esweiler kijkt op zijn klok, kijkt naar zijn grensrechter. Gaat hij affluiten of gaan we nog één minuutje door? Ik geloof dat hij gaat affluiten. Ja, dat heeft hij nu gedaan. Nederland heeft met 2-0 gewonnen. De doelpunten waren van Jan Peters. Nederland zelf al heeft voortreffelijk gespeeld en lijkt weer terug te zijn. En Engeland is er nog heel, heel lang niet. Voortreffelijke wedstrijd van het Nederlands elftal, aangevoerd door deze man Johan Cruijff, ging dat allemaal uitstekend. De Engelsen zijn werkelijk voor schut gezet op hun eigen heilige grond, Wembley Stadium in Londen. En de Nederlandse supporters, mocht er iets misgaan daar rond die zuil van Nelson op de Velvet Square, mocht de admiraal worden neergehaald vanavond laat, laat Londen vast gewaarschuwd zijn. Het zullen Nederlandse supporters zijn in hun overmoed die dat doen. En die overmoed is begrijpelijk. We hebben een heerlijke wedstrijd gezien van het Nederlandse elftal. Ik neem aan dat u er met mij zeer van genoten heeft. En ik geef u nu in dankbaarheid